Supersnelrecht is eigenlijk precies wat de term zegt. Een zaak komt heel snel op zitting, en dan gaat het om een verdachte die vastzit bij de politie, en dan moet hij binnen twee tot maximaal zes dagen voor de rechter verschijnen. En de rechter doet meteen uitspraak, dus de verdachte weet precies waar hij aan toe is. De zitting is precies hetzelfde als alle andere zittingen. Van tevoren lees ik het dossier. Op de zitting bespreek ik het met de verdachte. Ik hoor wat de officier van justitie ervan vindt en ook wat de advocaat ervan vindt. En dan sluit ik het onderzoek en doe ik meteen uitspraak omdat een strafzaak snel voor de rechter komt, is het een zaak waar de politie maar weinig onderzoek in hoeft te doen, want er moet geen discussie zijn over het bewijs. Dus waar kun je aan denken? Een zaak waarbij een winkeldiefstal is gepleegd die duidelijk op de camera staat, of een zaak waarin de verdachte het feit heeft bekend. Dat zijn zaken die voor supersnelrecht in aanmerking komen en die via het supersnelrecht ook worden afgedaan. Supersnelrecht kan dus alleen bij eenvoudige zaken. En dat gebeurt niet alleen bij grote evenementen, want hier in Den Haag hebben we elke dag een supersnelrechtzitting. Een zaak kan alleen worden afgedaan via het supersnelrecht als zowel de verdachte als de advocaat daarmee instemmen. En doen ze dat niet, dan gaat de zaak gewoon via de normale procedure en zal die op een laat moment op zitting komen.